Goedemorgen allemaal. Ik wil vragen of u wil gaan staan, zodat we dit samen zijn kunnen opdragen. Vader in de hemel, wil u danken voor wie u bent. Heer, dank u wel dat u Heer bent, dat u regeert, Heer Vader. Heer, dank u wel dat we de vrijheid hebben, Heer, om zo deze morgen opnieuw bij elkaar te komen. Heer, samen in die ene naam, de naam boven alle namen, Heer, de naam van Jezus alleen, Heer Vader. Heer, we danken u wel voor wie u bent, Heer. Heer, dank u wel dat u woord zegt. Daar we twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik met in. Heer, zoals u hier bent, Heer, neem de ere plaats in ons midden, Heer. Heer, neem de ere plaats, Heer Vader. Heer, we danken u wel, Heer Vader, dat u een sprekende God bent, Heer, dat u een levende God bent, Heer. Heer, en zo dragen we dit samen zijn aan u op, Heer. Heer, gaat uw gang in ons midden, Heer. Heer, en zo bevelen we dit samen zijn in de wonderbare naam van Jezus alleen. Amen. Amen. Ik heb een aantal mededelingen. Deze morgen is Levi Rizomassu in ons midden. Levi, van harte welkom. We zijn blij dat hij in ons midden is. We zien uit naar degene wat God op zijn hart heeft gelegd. Daarnaast aanstaande zaterdag is er weer vrouwenconferentie. Dus alle vrouwen, aanstaande zaterdag is vrouwenconferentie. En ik weet dat het een te gekke dag gaat worden. We hebben twee gastspreeksters in ons midden dan. Pastor Sandy van Zutem en Pastor Sanne-Lou Mendeszoon. En beide vrouwen staan al jaren in de bediening en zullen delen onder de onderwerpen vrouwen in de bediening en wandel met God. Dus het zal een goede dag worden voor alle vrouwen. Mocht u nog geen kaartje hebben gereserveerd, de kaarten zijn beschikbaar op onze website www.wdfase.nl. Dus doe het snel, en zodat we ook weten hoeveel personen er komen en waar we rekening mee kunnen houden. Dus aanstaande zaterdag vrouwenconferentie. Dan hebben we aanstaande maandag, dus morgen hebben we weer gebedssamenkomst. Om 8:00 komen we hier samen in het gebouw om samen God te gaan zoeken. Dus ik moedig u aan om te komen en samen God te gaan zoeken. Het is altijd een goede tijd en we merken dat God altijd weer spreekt. Dus ik wil u aanmoedigen om te komen en samen als gemeente in gebed te strijden en God te zoeken. Morgen om 8:00 gebedssamenkomst. En aanstaande dinsdag om 7:30 is een fundamentengroep. Dus aanstaande dinsdag 7:30 fundamentengroep. Dan nog eentje. Op zondag 11 juni hebben we weer een doopdienst. Dus denk je erover na om je te laten dopen? Heb je een verlangen om je te laten dopen? Laat het even weten aan mij of aan Omunus. En geef je op. Wacht niet. Wacht niet met dopen. Bent u nog niet gedoopt? Doe het. Het woord van God zegt, bekeert u en laat u dopen. En zelf als mens stellen we er allerlei voorwaarden aan. Maar als daar een verlangen is om Jezus te volgen, dan wil ik u aanmoedigen om u te laten dopen en u op te geven. Dus zondag 11 juni hebben we een doopdienst. We gaan de Heer prijzen. Groet uw broer of uw zus die naast u zit. Zeg, God is goed en hij is nog steeds dezelfde. En we gaan de Heer prijzen. Yes? Oké, zullen we opstaan? Hebben we er zin in om samen God te aanbidden? Weet je, want ik heb daar echt zin in. Soms zit ik alleen in de auto, denk ik. Of thuis, weet je wel, dan ga ik zingen. Maar we kunnen nu samen doen. Weet je, samen God aanbidden. Samen God prijzen. Amen. Thank you.
Onze overwinnaar, of niet? Amen. Alles wat adem heeft.
naar de hemel tot u in. U heeft de hoogste plaats. En u hebt van de macht. Laat alles in dit huis zijn tot u in. Alles wat adem heeft, juicht voor onze Heer. Elke hand strekt zich uit naar de hemel tot u in. Mogen de kinderen naar hun eigen dienst. Alles klaar wanneer jij
komen zoals we zijn. Weet je? En hij is zo trouw.
met zijn vleugelen. En de wind die wij voelen, dat komt van hem. Zijn Heilige Geest wil tot jou komen. Maar willen we het ook? Willen we het ontvangen? Heilige Geest, we willen u ontvangen. Heilige Geest, kom Heer. Heer, we leggen alles neer. We willen u alleen ontvangen, Heer. Tijdens de aanbidding zag ik een beeld. Ik weet niet voor wie het is. Maar ik zag een beeld van polsen en benen. Waar ketens omheen zaten. Maar deze ketens waren niet meer vast. Deze ketens waren al losgemaakt. Alleen degene hield ze om. Ondanks dat de ketens waren losgemaakt. Hield diegene die ketens om. En ik moest denken aan wat het woord van God zegt. Wie door de Zoon is vrijgemaakt, is waarlijk vrij. En ik keek net even in de Bijbel en ik las deze tekst. En het zegt, leef dus in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft. En laat je niet opnieuw tot slaaf maken. Weet u, als God u hebt vrijgesproken, wees vrij. Laat u niet opnieuw ketenen. En ik ervaar dat het voor iemand is die een blokkade ervaart. Ga staan in die vrijheid. Ga verder met hem. Wie door de Zoon is vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Amen. Liefje. Vader, dank u wel voor uw dienstknecht, Levi Rizamasoe, Vader. Dank u wel, Vader, voor zijn vuur, het vuur dat in hem is, Vader. Heer, dank u wel voor het woord dat u op zijn hart heeft gelegd, Heer Vader, deze morgen, Heer Vader, om te delen hier met de gemeente, Heer Vader. En we bidden uw zegen daarover uit, Heer. Heer, dank u wel dat op het moment dat u begint te spreken, Heer Vader, voor de leiding van uw Heilige Geest, Heer, dat stromen van levend water uit zijn binnenste zullen vloeien, Heer Vader. Heer, dank u wel, Heer Vader, voor uw leiding. En Levi, wees gezegend en wees bekrachtigd in de naam van Jezus. Amen. Zo, goedemorgen. Hier kan ik goedemorgen zeggen. Bij ons, onze dienst begint om 12 uur en dan zeg ik wel eens goedemorgen en dan schreeuwen ze allemaal, nee, het is al middag. Oh ja, hier is nog goedemorgen. Zo, fijne moederdag. Sommigen zijn al verwend, sommigen misschien nog later in de middag. En voor alle kinderen die dachten, oh, nou je hebt nog even de tijd. Dus, wauw. Ja, soms, dan moet je op en dan denk je, ja, God is goed. Dan komt mijn broeder met een woord en dan denk je, oké, daar gaan we vandaag ook over hebben. Ik heb vandaag, ik weet niet of het ergens staat, maar ik heb de titel van vandaag, is de niet te stoppen kerk. Trouwens, jullie krijgen allemaal de groeten van mijn vader, van mijn vrouw, van iedereen eigenlijk uit Moordrecht, of uit Nieuwekerk, Moordrecht en Capelle. Ik heb gezegd dat ik hierheen ging en ze zeiden, doe je dat op moederdag? Ik zeg, ja, ik heb er zin in. En waar ik het vandaag over wil hebben, als u vandaag hier bent, ik denk dat er voor iedereen wel wat voorbij komt vandaag. Want ik wil het gewoon hebben over gemeenteleven. Over de kerk die niet te stoppen is. Bestaat er een kerk die niet te stoppen is? En ik wil met jullie gewoon een verhaal lezen. Ik ben niet gewend om zo'n lang gedeelte te lezen, maar
Ik ga dadelijk 17 versen met jullie lezen. En daarna ga ik er gewoon over vertellen. En wil ik met jullie er doorheen. En gewoon zien wat God doet in een kerk die niet te stoppen is. Dat God beweegt door mensen in allerlei seizoenen. Mensen volwassen, niet volwassen, noem maar op. En kijken wat God aan het doen is. En waarom? Ik las dit gedeelte een tijdje geleden. En soms verlangen we zo naar woorden als opwekking. Maar soms moet je een stapje achteruit doen en gewoon kijken wat God aan het doen is. Denk je, wauw. God is gewoon aan het bewegen. Soms willen we eigenlijk kippenvel en al dat soort dingen, maar God is gewoon aan het bewegen. Soms moet je het gewoon gaan herkennen en gaan zien. En ik wil dat met jullie vandaag delen. En we gaan naar Handelingen 12. Een niet te stoppen kerk bestaat die. Een niet te stoppen kerk heeft een niet te stoppen boodschap. En dat is de boodschap van het evangelie van Jezus Christus. En een niet te stoppen kerk heeft een niet te stoppen boodschap en heeft een niet te stoppen God achter zich staan. Amen. En ik zie er zo naar uit om gewoon door dit gedeelte heen te gaan en te zien wat God eigenlijk aan het doen is hier in de gemeente in Handelingen. En we zijn in het boek Handelingen komen we aan en als je het verhaal leest, als je het boek Handelingen leest, Handelingen is eigenlijk Lucas, of het tweede boek van Lucas eigenlijk gewoon. Het is gewoon, het eerste gedeelte gaat over het werk van de Heer Jezus. En het tweede boek gaat eigenlijk over het werk van de Heer Jezus. En vaak lezen we dat als het werk van de apostelen, maar het is ook gewoon het werk van die onstopbare koning die we dienen. En voordat we hier aankomen, lezen we natuurlijk, hè, in Handelingen 2 lezen we over de uitstorting van de Heilige Geest. We lezen een gemeente die opstaat, we lezen over een Petrus die begint te preken. We lezen over de apostelen die eigenlijk in een vijandige omgeving beginnen te prediken. We lezen over wonderen die gebeuren, die lammen die opstaat. We lezen over de gemeente die ook gevangen wordt genomen en er wordt gezegd, hey, jullie moeten je mond houden, je moet niet meer getuigen over hem. Hey, heb je niet gezien dat wij hem hebben gekruisigd? Weten jullie niet? Het is klaar, het verhaal is klaar, het stopt. Dat dachten ze met de kruisiging van de Heer Jezus, dat verhaal stopte. Maar dan lees je in Handelingen 4 vers 13, lees je dan dat ze eigenlijk niet zo goed wisten wat ze moesten doen en dat toen die apostelen gevangen werden genomen, nadat ze dat wonder hadden gedaan, dan keken ze naar hen en zeiden ze, ja, dit zijn die ongeletterde mannen. Een van de mooiste versen is dat eigenlijk in de Bijbel. Die ongeletterde mannen die bij Jezus waren geweest. Dat was het. Ze waren herkenbaar omdat ze bij Jezus waren geweest. En we lezen dat deze ongeletterde mannen blijven doorbewegen. En dan lezen we dat die apostelen nog een keer gevangen worden genomen. En een engel komt en die bevrijdt en... Maar tegelijkertijd wordt Stefanus vermoord. Gebeurde ook in die eerste gemeente. Gebeurde allemaal, terwijl die gemeente aan het bewegen was. Met een onstopbare God en een onstopbare evangelie probeerden ze die kerk nog steeds wel te stoppen. En dat is vandaag de dag niet anders. En dan komen we in Handelingen 12 en dan lezen we in vers 1. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En er staat, en hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. Vers 3, en toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. Toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten om hem te bewaken. Omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. En Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Waardoor de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Amen. Vers 6. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen. En de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heer en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei,
sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. Dus als jij dit was vandaag, krijg je hem nog een keer vanuit het woord van God. De boeien zijn af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijk was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat het een visioen was. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hem weg. Vers 11. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Vers 13. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rode was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was en zij zeiden, het is zijn engel. Bijzonder. Maar Petrus bleef kloppen en toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren zij buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had. En zij vertelde het aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Een gewone dag in de kerk. En er gebeurt van alles. En als we beginnen en we gaan dit verhaal ontleden, dan zie je dat we starten bij een koning Herodes, die sommige van de gemeente kwaad wilde doen. En deze Herodes, de geschiedenis leert ons dat hij de kleinzoon is van Herodes de Grote, die de daad pleegde om de kinderen te vermoorden toen Jezus geboren werd. Het is altijd al het doel geweest van de vijand om de komst van de koning te stoppen. Maar dat kon hij niet. En toen hij er eenmaal was, probeerde hij de boodschap te stoppen. En dat kon hij niet. En nu zien we Herodes opnieuw. En hij probeert de kerk te stoppen. Maar we gaan zien, dat kan hij ook niet. En we lezen, en hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En dan lezen we in vers 3, en toen hij zag dat het de Joden wel gevallen was, ging hij door en hij greep dus Petrus. En dan lezen we op een gegeven moment dat deze Petrus door 4 wachten werd bewaakt. 4 keer 4, 16 man. Hij was een enemy of the state. Hij was een gevaar. En wat was zijn gevaar? Hij had een boodschap van het koninkrijk van God. En dan lezen we dat Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Amen. We hebben een gemeente nodig die bidt. Amen. Amen. En we zien dat de gemeente voortdurend bad. En het is bijzonder omdat er is er net één vermoord. Er is net een leider vermoord. Er was tegenslag. En er zal in die gebedsruimte zal angst geweest zijn. Heer, niet nog één. En wat nu? Petrus is gegrepen. Wat gaat er nu gebeuren? Er zal met vuur, er zal echt gewoon een heftige bijeenkomst geweest zijn. We lezen hiervoor ook wel dat wanneer ze baden, dat het huis zelfs wel eens schudde. En als de eerste gemeente ging bidden, dan bewoog God. Maar niet altijd. Want Jacobus was dood. En dan lezen we in vers 4. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar door de gemeente werd voor hem gebeden. En er staat er dat hij was geboeid met 2 ketenen. En de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En dan gebeurt er iets bijzonders.
Petrus wordt dus door wel 16 man bewaakt. Hij wordt geboeid aan mensen. Er staan mensen voor de deur. Er is geen komen aan. En dan, waar mensen niet kunnen komen, daar komt God wel binnen. Amen. En dan lezen we dat in vers 7. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van hem af. Wauw. Dit is een bijzonder verhaal. Dit is een bijzonder verhaal. Petrus, wie kent Petrus in het verhaal, in de andere evangelieën, in Matthäus, Marcus en Lucas, lezen we het verhaal over de storm op de zee. En Petrus was een visser geweest. We lezen dat Jezus neemt zijn discipelen mee, de boot op naar de andere kant. En we lezen dat er een storm komt. En in een van de evangelieën, in het evangelie van Marcus, er staat een bijzondere toevoeging die de anderen niet hebben. Daar staat, en het is zo bijzonder omdat de geschiedenis zegt dat Marcus waarschijnlijk zijn evangelie heeft opgeschreven naar de woorden van Petrus. Dus als we het evangelie van Marcus lezen, dan horen we eigenlijk een beetje Petrus praten. Daar komt het een beetje op neer. En Petrus en Marcus vertelt ons dat terwijl die storm daar komt en de discipelen denken dat ze aan het dood gaan zijn en mensen, ze hebben vaker op de zee geleefd en ze kennen stormen, dus deze storm was heftig. En dan lezen we dat de discipelen renden naar de Heer Jezus en wat weten, wat was de Heer Jezus aan het doen? Hij was aan het slapen. Maar in Marcus staat er nog een extra toevoeging. Marcus schrijft op dat Petrus hem waarschijnlijk vertelde, luister, Petrus was tegen Marcus, we gingen een keer de zee op en we gingen en een storm kwam en we dachten allemaal dat we dood gingen. En toen gingen we naar Jezus, weet je wat hij aan het doen was? Hij sliep. Nee, hij sliep niet alleen, hij had zelfs de moeite genomen om een kussen te pakken. Er staat letterlijk en dat Jezus een kussen had genomen en zijn hoofd daarop neerlegde. Hoe kan je nou slapen wanneer je leven ervan afhangt? Jezus, hoe kan je dat nou doen? En nu komen we hier. Petrus. Jacobus, zijn maatje, net vermoord. Hij gevangen genomen. Wetende dat zijn hoofd ligt binnenkort op het hakblok. En de engel komt binnen. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Hè. Als ik slaap en mijn kinderen komen binnen en ze doen het licht aan, ben ik gelijk wakker. En geïrriteerd. En daar kwam een engel binnen. En zaten en Petrus sliep. Dat is wat er gebeurt als je wandelt met Jezus. Dicht bij hem bent. Ga je groeien. Weet je, toen Jezus zijn discipelen riep, staat er, hij riep ze om bij hem te zijn. Om ze te onderwijzen. En om ze uit te zenden. Hij riep ze eerst tot intimiteit. Om gewoon simpelweg bij hem te zijn. Om ze te onderwijzen, om ze te vertellen wat hun identiteit is. Om ze daarna uit te zenden om hun autoriteit te geven. En deze Petrus is dus bij Jezus geweest, zoals we lezen in het begin van het boek Handelingen. En deze Petrus was bij Jezus en toen hij met Jezus was, was hij bang toen zijn leven ervan afhing. Maar hij wandelde en hij bleef bij Jezus en er kwamen stormen. Jezus stierf zelfs. Maar hij groeide en hij groeide en nu hing zijn leven er opnieuw vanaf. Maar hij is gegroeid. Dat is wat er gebeurt wanneer je in de kerk komt. Stormen komen, moeite komen. Maar wanneer je standvastig blijft, zal je groeien. En dan wanneer stormen komen, zullen er dus zelfs momenten zijn dat je kan slapen in de storm. Net zoals Jezus deed. En dat er een engel in je kamer komt. En er is heel veel licht en je wordt niet wakker. En dan staat er, die engel moest naar hem toe lopen en dan moest hem zelfs porren in zijn zij van, hey Petrus, luister, jouw moment is hier. En dat is voor diegene voor wie dat woord was. Want de realiteit is dat we lezen, en zie een engel stond, en er scheen een licht in het vertrek, vers 7, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. Hij zei niet, sta op. Hij zei, sta snel op. Er zijn ketenen vielen van zijn handen af.
Soms is het vandaag als jij hier zit en je ervaarde toen het woord kwam. En God heeft die ketenen, of er waren boeien, zoals we hoorden, maar die zijn af. Is het ook tijd om nu op te staan? En ik geloof dat het je woord is voor vandaag, om ook niet morgen op te staan en naar buiten te wandelen, maar vandaag. Sta snel op. Wat was er gebeurd als Petrus was blijven zitten? Er was een bedoeling met die sta snel op. Ik geloof dat het woord echt een nieuw woord is. Als je hier zit, is het tijd om op te staan en te zeggen, ik blijf hier niet hangen. Ik wil niet in die pity party zitten, weet je, waarin ik zielig gevonden word. Want kijk eens wat iedereen me aan heeft gedaan. Nee, de Heer Jezus heeft de boeien gebroken. En het is tijd om op te staan en hetgene waar je zat achter te laten. Amen. En de engel zei tegen hem in vers 8, doe uw gordel om en bind uw sandalen. En hij deed dat en hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg hem. En hij ging naar buiten en volgde hem. Hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht een visioen te zien. Ja. Weet je, in een kerk die Jezus dient, is het bovennatuurlijke natuurlijk. Dat is waar ik naartoe wil. Dat is eigenlijk waar we allemaal naartoe willen. Ik weet nog toen ik als jong jongetje hier meekwam met mijn vader en hij sprak hier en we kwamen hier. Ik zei het tegen, volgens mij tegen Younes de vorige keer dat we aten, hadden jullie een microfoon hier staan. En dan kon er een woord gegeven worden. Kon men naar voren komen tijdens de worship en een profetie gegeven worden. En ik weet nog, als een klein jongen. Grappig, hè, want ik weet niet meer wie er. Ja, mijn vader zal wel spreken die dag uiteindelijk. Ik weet niet meer waar hij het over had. En ik weet niet meer wat er eigenlijk die dag gebeurde. Maar wat ik nog weet als klein jongetje, dat ik daar zat en dat ik dat zag gebeuren. En dat ik daarvan onder de indruk was. Omdat we dagen mensen uit om uit te stappen in het bovennatuurlijke. Want dat is waar de wereld ook op wacht. En het mooie is dat zelfs Petrus hier is en dat hij twijfelt, is dit nou, gebeurt dit echt of zie ik dit nou in een visioen? En we hebben laatst doopdienst gehad, jullie hebben binnengekort doopdienst en we hadden 3 dopelingen en het werden er op de dag 8. Waarvan 6 onder de 18, allemaal tieners. Ja, amen, was bijzonder. Een van mijn dochters is gedoopt. Het was feest. En op een gegeven moment hadden we die week daarna bijeenkomst en ik zat met hun en ze waren bij een dienst geweest met Martin Kornstra. En ze hadden gezien hoe God bewoog, genezing, woorden van kennis. En ze waren onder de indruk. En ik zeg, oké. Ik zeg, maar wil God alleen door Martin Kornstra heen spreken? Ik geloof dat mensen hebben echt een bediening, hè? En ik eer die mensen daarvoor. Maar wil hij dat ook door jullie doen? En die jongens, ja, eigenlijk lijkt me, ja, ik, waarom niet? Ja, toch? En het grappige is dat zelfs bij volwassen christenen, dat we vaak, ja, dat wanneer God spreekt, door beelden en visioenen, dat we vaak twijfelen. Ik heb dat ook hoor. Maar een voorbeeld is, het grappige is dat wij wel geloven in de geest te zien wanneer de duisternis werkt. Ik ga je een voorbeeld geven. Maar wanneer God spreekt, dat we dan denken van, nou, een voorbeeld is, ik rijd vandaag hierheen. En het is een voorbeeld, en ik zou hier naartoe rijden en ik zie een mooie dame langs de weg, lekker joggen. Nou, ik kijk, ik rij hierheen en op een gegeven moment gaan mijn gedachten ergens heen waar die niet heen hoort te gaan. Ja, toch? Wat ik dan doe, Heer, ik verbreek die gedachten, dit is niet van nu, ik wil het achter me laten en ik rijd door. We bidden, want we geloven dat het iets geestelijks is, toch? Ja. Dus ik kom nou vandaag hier binnen. En ik kom daar en nou, ik zit tijdens de worship en ik kijk gewoon en ik kijk rond en ik zie iemand zitten en ik zie op een gegeven moment dat God iets daarover zegt of misschien zie ik een engel erachter, wat dan ook. En hoe vaak zeggen we wel niet tegen onszelf, nee, dat is maar je eigen verbeelding. Of er komt iemand in een rolstoel binnen en ik heb dat in ieder geval niet, ik heb niet altijd het gevoel, ik wil voor die persoon bidden. Maar er zijn soms momenten en ik geloof dat God het zo op je hart drukt. Om dat te doen. Maar dan gaan we naar huis en dan zeggen we, ja, dat is slechts mijn verbeelding. En weet je dat, in het boek Efeze, zegt Paulus, zegt dit.
In Efeze 1 vers 18 zegt hij namelijk dat wij verlichte ogen van ons verstand, maar in andere vertalingen of in de grondslag betekent het hart, verbeelding of imagination. Dat God ons ogen van onze verbeelding mag openen. En Petrus had hier ook twijfels over, zie ik het nou echt of is het nou... En ik daag jullie gewoon uit. Want als we rekeningen krijgen en we kunnen de rekeningen niet betalen, hoe gaat ons zijn mindset dan? Dan gaan we, en als ik dit niet, dan dat, en dan moet ik dit, en dan kan ik dat niet betalen, en dan, oh jee, wat gaat er gebeuren, hoe ziet het dan eruit? En onze gedachten gaan helemaal alle kanten op, en dan vertellen we dat, en dan komt iemand die zegt, nee, weet je wat, ik ga voor je bidden, verbreken gewoon die leugen van zorgen, noem maar op dit en dat. Dat geloven we. Maar wanneer God door onze verbeelding heen wil spreken, dan is het vaak, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik twijfel. Maar in de kerk die wij willen zijn, die God geroepen heeft, is het bovennatuurlijke natuurlijk. Is gewoon normaal. We lezen dat Petrus de gevangenis uitloopt. En dan staat het, toen zij langs de eerste in vers 10 en de tweede wachten gaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen ze naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hen weg. Wauw, dit is bijzonder. Dit is bijzonder. Is dat de boeien zijn afgevallen. Maar de ijzeren poort was nog dicht. Ja toch? De boeien zijn afgevallen, maar de ijzeren poort was nog dicht. De engel zegt tussendoor, sta op en volg mij. Had hij niet opgestaan, was de deur nooit open gegaan. Ja? Dan kan je vragen aan God dadelijk volgende week, Heer, waarom wordt die deur niet geopend? Ik heb vorige week gezegd tegen je, sta op en laat die dingen achter je en volg mij. Maar soms is het eerst opstaan, dan gaat die deur open. En dan komen we en dan zien we dat hij naar buiten loopt. En dan gebeurt iets bijzonders. En dan lezen we in vers 11. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, nu weet ik werkelijk dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte, staat er in vers 12. En toen dit doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. De Bijbel zegt niet zomaar dingen. Hij komt bij het huis van Maria. Wie was deze Maria? Was de moeder van Marcus. Marcus was de schrijver van het evangelie waar ik het net over had. En het is zo belangrijk. En weet je, ik ben opgegroeid in de kerk. En mijn vader, vroeger toen hij in de gemeente had hij een bediening van bevrijding. En dan ging hij wel eens, werd hij gebeld in het land om voor mensen te bidden, noem maar op. En dan kwam hij thuis en dan hoorde ik de verhalen van hoe de kracht van God mensen veranderde. Het is zo belangrijk om ten eerste in een huis te zijn om te bidden. En twee, om te getuigen over de kracht van God. Want waarom? Marcus was ook daar in dat huis. En bij alles wat we doen, plaatsen we zaadjes in de harten van onze kinderen. Je denkt, ze zien niks, ze voelen niks, ze ervaren niks. Nee, ze krijgen het mee. Want deze Marcus heeft eigenlijk, daarom zeg ik, kan eigenlijk over elk vers kan ik een uur preken. Maar bijvoorbeeld deze Marcus, als je zijn verhaal volgt, dan zie je dus dat hij hier leest, of dat hier Petrus aan de deur komt. En dat Petrus binnenkomt. En hij zal waarschijnlijk het verhaal horen van Petrus, hoe Petrus gered werd en hoe de bevrijding. En die Petrus en die Marcus zit daar en die hoort die verhalen. En dan lezen we verderop dat deze Johannes Marcus op een gegeven moment samen met Paulus op pad gaat. En hij gaat met Paulus op pad. En terwijl hij met Paulus op pad gaat, zien ze allemaal dingen gebeuren, maar ook vervolging. En zoveel vervolging dat Marcus op een gegeven moment zegt, ik durf eigenlijk niet meer met je mee te gaan. En Paulus boos wordt. En Paulus zegt, weet je, ik neem jou niet mee, ik neem Silas mee. En daardoor krijgen Paulus en Barnabas ruzie. Barnabas is de oom van Marcus en die neemt Marcus mee. En Paulus gaat met Silas. En deze Marcus groeit dus op in een huis waar de kracht van God is. Loop met een leider mee, waardoor hij teleurgesteld wordt. Maar uiteindelijk schrijft hij het evangelie van Marcus. Dat is allemaal wat er gebeurt wanneer de kerk gewoon beweegt en moeders opstaan.
Volgende week is vrouwenconferentie en vandaag is moederdag. Ik ben hier een paar keer geweest en ik heb vaak over geestelijke vaders. Wauw, als je gaat letten op geestelijke moeders in de Bijbel, als je die gaat uitlichten, ik ga niet te veel zeggen, want het zal waarschijnlijk volgende week heel veel verteld worden, maar het is zo bijzonder, want hij kwam niet in het huis van de vader van Marcus, maar in het huis van de moeder van Marcus kwam die binnen, Maria. En deze Marcus groeit daarop. En we lezen hetzelfde over Timotheus, dat Paulus komt bij Timotheus en die zegt, ik heb het geloof van je grootmoeder gezien en van je moeder gezien. En het geloof wat ik bij hun heb gezien, ik geloof dat het ook in jou zit. Wat Paulus eigenlijk zegt is, ik geloof dat hetgene wat je hebt gezien door hun leven, dat het een zaadje heeft geplant in jouw hart en het is tijd om het op te wekken. Wauw, moeders. Want we zien dat de duivel wil families uit elkaar trekken. Veel vaderloze kinderen. Veel vaderloze gezinnen. Hij probeert de kerk te stoppen. Maar de kerk is onstopbaar. Want God werkt ook door moeders heen. Is het verlangen, willen we niet dat vaders en moeders zijn of wat? Natuurlijk wel. Maar de realiteit is, God is niet te stoppen. Het waren vrouwen die aan het kruis stonden, samen met Johannes. Het was een vrouw. Het waren vrouwen die getuigen waren als eerst van de opstanding. Het waren vrouwen die vertelden aan de apostelen, Jezus is opgestaan. Het was een vrouw die Samaria op hun kop zette als getuigenis, die vrouw bij de waterput. God werkt door vrouwen heen en we moeten ze vrijzetten als kerk. Omdat ze zijn een krachtig wapen in de hand van God. En de duivel wil ons doen laten denken, ja, maar ik ga die vaders roven. Maar ik ben onstopbaar, zegt God. En deze kerk is onstopbaar. En we zien dat Marcus groeit op in dit huis. En dan lezen we in vers 13, toen Petrus aan de deur van de poort kloppen, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rode was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. Zij herkende de stem, maar deed de poort niet open. Eigenlijk hetzelfde wat we net zagen. Je bidt voor een doorbraak. Je bidt dat God iets gaat doen. En dan beweegt God en dan is die doorbraak er en dan hou je de deur dicht. Het is tijd om die deur te openen. En dan lezen we, en zij zeiden, en zij ging naar, ja, dus zij ging naar de rest toe. En toen zeiden ze, en zij zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden, het is zijn engel. Wauw. Weet je wat daar staat? Ze hadden groter geloof dat het de engel die bij Petrus was, dan dat het Petrus zelf was. Laat het eens even naar binnen zinken. Het bovennatuurlijke was zo natuurlijk voor hen, dat zij groter geloof hadden dat er een engel voor de deur stond, dan dat het Petrus was die bevrijd was. Wauw. Ik weet nog, toen ik dat voor het eerst dacht ik, hè? Ze hadden dus groter geloof dat er een engel... Oké, dus die eerste gemeente, daar was God aan het bewegen. In die eerste gemeente, daar hadden ze dus, daar werd gebeden. Daar werd gebeden voor doorbraak. In die eerste gemeente, daar zag je vaders die vol kracht waren in die identiteit. Zoals een Petrus die kon slapen in de storm. In de eerste gemeente zien we een jongere als Marcus, die opkijken naar grote leiders of naar fantastische mensen in de gemeente of wat dan ook. En hun geloof daaruit putten uit de verhalen die God aan het doen is. En ze groeien op en wanneer ze opgroeien zie je dat ze zelf leiders worden. In de gemeente is het bovennatuurlijk natuurlijk dat, word ik nou echt gered of niet? Is dit nou zijn engel of is dit, dat is gewoon normaal. Christelijk leven. Ik zei het bij ons in de gemeente, ik zeg, als je dit soms leest, dan zeg je, ja, hier verlangen we naar. Dit is waar we naartoe horen. Ik verlang naar opwekking, maar wat wij opwekking noemen, is wat de Bijbel normaal christendom noemt.
wat wij opwekking noemen, is normaal christendom. En toen zei ik tegen de gemeente, ik zeg, luister. Het was in, ik zeg, 8 kinderen gedoopt. Mijn moeder werd uitgenodigd bij een oud gemeentelid. Die lag aan de bedrading in het ziekenhuis en ze was heel lang ziek. En ze zei, het komt niet meer goed. En mijn moeder ging langs. En ze bad. En de volgende dag kreeg ze een berichtje. Ze is van de bedrading af en ze mag naar huis. Wauw. En ik zei in de gemeente, ik zeg, luister, dan lezen we dit en dan zeggen we, willen terug naar de kerk van Handelingen. Ik zeg, maar kijk wat God aan het doen is. Jongeren zijn aan het profiteren. Jongeren willen Jezus volgen, willen een radicale keuze maken voor Jezus. Er wordt gebeden en men geneest. Maar de realiteit is ook waar we mee starten. En soms wordt er gebeden. Maar dan is er geen doorbraak. Want Jacobus werd vermoord. En soms kijk je daarnaar en dan denk ik, ja Heer, ik weet het niet. Ik weet gewoon simpelweg niet waarom dat gebeurt. Maar wat ik wel weet, als ik kijk naar de gemeente, zij stopten niet, ze gingen door. En we zien dat God bleef doorwijken en dat de kerk onstopbaar was. Want Jezus was er 1 en hij onderwees er 12. En van 12 gingen ze naar 70. En we lezen van 70 gingen ze naar de Pinksterdag naar 3000. En ze zeggen nu dat, of dat waar is, ze zeggen nu dat 2 miljard mensen geloven. Laat zeggen dat dat niet klopt. Laat zeggen dat dat de helft maar is. Dat betekent 1/7 van de wereldbevolking zegt dat ze Jezus volgen. En als dat misschien zelfs ernaast zit, misschien daar de helft, 1/14. Weet je hoeveel dat nog steeds is? Waarom? Omdat we hebben een onstopbare God. Een onstopbaar evangelie. En we zijn een onstopbare kerk. Maar de leugenaar wil binnenkomen en je ogen focussen op Jacobus. Maar wanneer je opgroeit en volwassen wordt, dan ga je zien. En dan zit je hier in de gemeente en dan raak je in paniek. Maar dan kijk je naar om Yunus en dan kijk je naar hem en zeg, waarom is hij niet in paniek? Ik heb een wandel met Jezus gehad. En ik zie hoe God werkt en ik kan slapen terwijl andere mensen... Is het ene beter of het andere... Ik weet het niet. Lees naar Silas en Paulus. Die sliepen niet. Die gingen juist worshipen. Voor elk seizoen is er wat anders. Maar de realiteit is, wanneer je groeit, zie je dat een Petrus die bang was op de boot met Jezus, bang was voor zijn leven, nu kon slapen tijdens een van zijn grootste uitdagingen. En ik vind het zo heerlijk om gewoon dit hoofdstuk te lezen en dan zo bemoedigd te worden. Hoe God werkt. Want het was Jezus die tegen Petrus zei. Op die openbaring. Op grond daarvan. Zal ik je zeggen. De poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. En hij ging slapen. En hij herinnerde zich de woorden van Jezus. U heeft me al eens uit de gevangenis gered. U heeft een roeping op mijn leven. Of het mijn leven nou gaat kosten of niet. Ik ga slapen, want ik weet dat ik ben in uw handen. En de realiteit is, al zal mijn hoofd genomen worden, u gaat verder, want uw gemeente is niet te stoppen. Want toen Jezus wegviel, dachten ze allemaal dat het over was en gingen ze opnieuw vissen. Maar toen kwam de geest van God. Amen. Toen kwam de geest van God, die werd uitgestort met Pinksteren. En bij Pinksteren lezen we dat er kwam een machtige wind, of een machtig geluid. En er was wind, en er waren vuurvlammen. Er was een machtig geluid, er was wind en er waren vuurvlammen. Hebreeën zegt dit. Hebreeën zegt dit, dat hij zendt zijn engelen als helpers, als boodschappers van hen die het hel beërven. En zij zijn als winden en vuurvlammen. Je hebt niet alleen de geest die komt en neemt vanuit Christus om te openbaren wie hij is. Maar de realiteit is, er zijn je engelen die komen om het woord van God te vervoeren in uw leven. En in de woorden die u uitspreekt om daar achteraan te gaan. Denk niet te klein over jezelf. De realiteit is,
Wat is nou, wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Ik heb de getuigenissen gehoord en ik zie soms en ik zie de vrouwenconferentie. Ik hoor, wauw, men, we bidden hier en we horen van doorbraken. Er is een doopdienst en God is in beweging. En je kan daar zitten, of je nou voor of achterin zit. Je kan gewoon meekijken, toeschouwer zijn. Maar God daagt u en mij uit om mee te doen. Om mee te doen. Laat het niet afhangen van de leiders. Weet je, in Efeze lezen we over de vijfvoudige bediening. En eigenlijk de hele boodschap daarin is dit. Is dat luister, ik heb de vijfvoudige bediening gegeven. Profeten, apostelen, herders, leraren en evangelisten. Ik heb ze allemaal gegeven. Niet zozeer dat zij het werk doen. Maar dat ze jullie allemaal trainen, zodat jullie het werk doen. Amen. Mijn beste vriend speelt al jaren, als je wel eens bij ons in de gemeente bent, speelt al jaren in de kerk bij ons gitaar. Hij Jason. Hij speelt al heel slecht. Hij zegt niks. Maar hij is al die jaren opgegroeid onder mijn vader. En mijn vader is een echte herder. En zijn familie heeft niks met het geloof, alleen als er iemand overlijdt. Hij is ook geen man van woorden. En altijd wanneer dan een broer of een zus van zijn moeder of zijn vader overleed, dan belden ze hem en dan vroegen ze mijn vader om de dienst te doen. En zo ging dat jaren. Maar de afgelopen 3 jaar bellen ze hem en hij speelt alleen maar gitaar, meer doet hij niet. Bellen ze hem, wil jij de dienst doen? En de afgelopen jaren, telkens wanneer iemand overlijdt, is hij de herder die daar staat. Waarom? Is dat zijn roeping herder zijn? Nee, hij heeft jarenlang onder een herder gediend. En die herder heeft zoveel in hem gestopt, dat het is nu niet meer afhankelijk van Joop Rissamassu die overal naartoe moet om de herderlijke bediening uit te dragen. Maar nu is het ook Jason, mijn beste maat is, die naar buiten gaat en men vertelt. En ja, het klopt, als je buurman een relatiecrisis heeft, ja, dan bellen we misschien om Younes of bellen we. Maar dan? Ze kunnen zich niet. Daarom zei de Heer Jezus, het is beter ook dat ik bij jullie wegga, zodat een ieder het werk kan doen. En wanneer we gemeente willen zijn, die in zijn kracht staat, die onstopbaar is, moeten we allemaal participeren. Moeten we allemaal meedoen. Moet dit een trainingsgrond zijn. Waar we komen, waar we opbouwen, waar we horen over groei, net als een Petrus, waar we horen over uitstappen en het verlangen naar de geestelijke gaven en het zien in het bovennatuurlijke. Waarom? Niet omdat het dan stoer is, kijk eens wat ik gezien heb, maar om mensenlevens op te bouwen en te veranderen. We kunnen de genezingsevangelist uitnodigen en luister, is allemaal goed. Maar de Bijbel zegt dat u uw handen mag opleggen en men zal genezen. Dus het is goed om daar te komen, om te zien en te leren. Maar uiteindelijk is de bedoeling van de vijfvoudige bediening dat ze werkloos zijn. Dat is het. Want zij moeten iedereen trainen zodat zij het werk doen. Dat is uiteindelijk de bediening. Een dag in het leven van de eerste gemeente. We verlangen zo terug naar de eerste gemeente. Misschien is diezelfde God nog steeds aan het werk hier. En ik weet dat het geen misschien is. Maar voor hen die twijfelen, zeg ik, stap mee met het leidersteam. Vang die pees op die ze aan het bewandelen zijn. Stap mee. Ga zien. Ga luisteren. Zeg, hey, ja, ik wil niet meer alleen toeschouwer zijn. Ik wil ook meedoen. Ik wil werkelijk impact hebben hier in fase en omgeving. Ik wil werkelijk zien. Ik verlang ernaar. En ik wil niet alleen maar meer iedereen bellen, zodat zij het kunnen. Nee, ik wil zelf uitstappen. Ik wil leren. Heer, help mij. Train mij. Hoe zal de wereld eruit zien als de kerk niet meer afhankelijk is van zijn leiders alleen? Hoe zal de wereld eruit zien als die 1 miljard christenen zouden geloven dat zij geroepen zijn om het werk te doen van een evangelist, van een herder, van een apostel, van een profeet, van een leraar. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Is het onmogelijk?
De Heer Jezus zal ons geen opdracht geven die onmogelijk is, lijkt mij. Misschien moeten we het gewoon weer gaan horen en gaan geloven. Misschien moeten we het elkaar gaan vertellen. Misschien moeten we het gaan preken en zeggen tegen elkaar. Want we hebben te vaak, u heeft het afgehangen van de one-man shows. En het was goed. De broeders Zijlstra's, ik denk dat ze een lans hebben gebroken voor de genezingsbedieningen hier in Nederland. Maar het is nu tijd dat u en ik daarin gaan stappen. Dat wij het werk gaan doen. En ik zie er zo naar uit. Naar een kerk die opnieuw niet te stoppen is. Dat de wereld zal zeggen, zij die met Jezus zijn geweest, zij zetten de wereld op hun kop. Wauw. Ja, eigenlijk, ik weet niet zo goed waar u staat of wat u vandaag meeneemt, maar ik geloof dat er zijn sommigen hier die misschien zich herkennen in een Petrus die geboeid is, zoals we net hoorden. En die zeggen, ja, ik ben eigenlijk geboeid geweest en eigenlijk heb ik wat je zegt, ik wil meestappen in die pace van de gemeente. Maar ben ik wel goed genoeg? Ben ik er wel klaar voor? Heb ik wel genoeg skills? En dan heb je gehoord, het is tijd om te gaan stappen. En wanneer je stapt, zal die deur open gaan. Misschien ben je net als een Petrus en weet je niet, ben ik geestelijk wel? Zie ik, was dit nou waar of was het in mijn geest? En twijfel je daarin, dan daag ik je uit. Kom naar de bidstonde. Ik hoor net hè, dat er bij de bidstonde wordt er gebeden voor richting. Hoe krijg je richting? Horen van de stem van God. Zien wat hij zegt. Maar het hoeft niet alleen de leiders te horen. Of het is, weet je hoe fijn het is voor mij om hier naar boven te komen, wetende dat ik deze tekst ga aanhalen. En hij heeft het over het verbreken van ketenen. Weet je hoe fijn het is als hij komt bij de bidstond en hij heeft aantekeningen gemaakt. En voordat hij aan het woord gaat, stapt iemand gewoon uit en zegt, ja, ik weet het niet wat het is, maar ik geloof dat dit is wat de Heer wil doen. En dan kom je, wauw, dat had ik. Weet je wat dan gebeurt? Geloof wordt vergroot. Echt. En de Bijbel zegt dat we dat al lerende doen, dus zit je er soms naast, daarom is het hier veilig. Daarom is het bij die bidstond veilig. Want dan ga je trainen. Oké. Heer, beter luisteren. We willen een kerk zijn van vaders en dus moeders. Misschien dacht je, ja, nee, mijn man is degene die voorgaat. En God zegt, maar ik roep jou ook. Of misschien zit je hier, ben je alleenstaande moeder en heb je het zwaar. Want het is zwaar, alleenstaande moeder zijn. Wauw, het is zwaar. Ik heb een zus die alleenstaande moeder is en het is zwaar. Maar ik zeg haar, luister, het waren moeders die Timotheus opvoeden. Het was een moeder die Marcus opvoedde. En Marcus schreef het evangelie van Marcus, waar nu voor 2000 jaar al gelezen wordt over de grote daden van God. Hallo. Het was een moeder die hem opvoedde. Ja, dat is wat er gebeurt in de kerk van Jezus Christus. Waar het onmogelijke mogelijk wordt. Waar het onverwachte gebeurt. Waar boven bidden en beseffen gebeurt. Waar het bovennatuurlijk natuurlijk is. En dat heb ik geleerd, in bijzonder ook in deze gemeente. Toen ik hier als klein jongetje binnenkwam en zag van wauw. Het is niet alleen maar oom Yunus. Of toen was het broeder Bruins. En zuster Bruins, die profiteren, maar ik zie mensen van achter naar voren komen en uitstappen. Kan dat zomaar? Het is veilig genoeg. En zit je er soms naast? Dit is de trainingsground, dit is de trainingsgrond van de Heilige Geest. Dus kom naar die bidstonden, bemoedig elkaar. Want als je juist zit, dan is Romano is bemoedigd. Maar hoe bevestigend is het voor jezelf als je voor het eerst uitstapt met een woord en Romano komt en die zegt, kijk dan wat ik heb opgeschreven, gisteren,
toen ik aan het voorbereiden was. Dat je denkt, wauw. Dat is gewoon, dat is simpel kerk zijn. Dat is simpel christelijk leven uitdragen. En dan gaat je geloof groeien. En dan kom je een keer buiten bij die ongelovigen. En dan geeft God je een woord, hè. Wat ik zei, en dan gaat hij iets in je imagination, in je verbeelding gaat hij laten zien. Maar dan weet je, hey, ik heb geleerd. Ik heb geleerd, ik heb geoefend in de kerk en je stapt uit en dan zie je dat mensenlevens op straat worden aangeraakt en veranderd. Wauw. En dat is die onstopbare kerk. Dus als je naar dit hoofdstuk kijkt, dan zie je er gebeurt zoveel. En ja, er is ook tegenstand. Jacobus hebben ze in diezelfde week ook moeten begraven. En we huilen samen. En we vertroosten elkaar. En we gaan door. En bij sommige dingen heb je het antwoord niet. Maar dat is wat God doet. Hij gaat door. Want we zijn niet onstopbaar omdat wij allemaal zo onstopbaar goed zijn. Maar het is omdat we een onstopbare God dienen. Met een onstopbare boodschap. Die baan breekt. En geweldenaars grijpen ernaar. Wauw. Dat is mijn kerk. Dat is uw kerk. Dat is de kerk van Jezus Christus. Wauw. Weet je, als ik dit preek, bemoedig het mezelf gewoon. Ik heb een opname hier van een week na de doopdienst. En toen zijn de tieners bij ons gaan profeteren. En ze zeggen dingen dat ik denk, nou, wauw. En in ieder die daar over wie ze hadden, getuigde, wauw, dit is zo raak. En hun gingen naar huis en dachten, wauw. Hetgene wat we bij Martin Kornstra hebben gezien, doet God dus ook door ons heen. Hoe komt dat? Dat komt omdat moeders getuigen in hun huis over de grootheid van God. En Marcussen zitten daar en groeien op. Wauw. En soms denk je, misschien zijn je kinderen nu niet meer in de gemeente. En denk je, ja, Heer, wat heeft dat nou voor nut gehad? Er is een zaadje daar geplant. Weet je, dan kan je goede theologie hebben. Kan je fantastische leer hebben, maar de Bijbel zegt, de letter maakt dood. Maar waar ze niet onderuit kunnen, is de kracht van God die ze hebben zien bewegen. De realiteit van een God die aan het werk is. De realiteit van levens die veranderd zijn, van mensen die genezen, van een God die herstelt. Weet je, daar kunnen ze niet onderuit. En zo ben ik, weet je, er is een tijd geweest dat ik niet meer naar de kerk kwam. Maar ik heb nooit geloofd dat Jezus niet echt was. Ik was gewoon rebel. Ik ging gewoon weg, maar ik wist dat God wel echt was. Maar ik wilde gewoon mijn eigen. En ik wist niet zozeer dat God echt was, omdat mijn leer fantastisch was. Nee, omdat ik heb de kracht van God gezien. En ik heb over de kracht van God gehoord, waar? In de binnenkamer thuis. Omdat papa en mama vertelden over hoe goed en hoe groot en hoe sterk en hoe krachtig en hoe liefdevol God was. Dus misschien worden de levens van uw kinderen niet altijd hier veranderd. Maar in hoe je over God praat thuis in de binnenkamer. Hoe je over de grootheid van God praat thuis in de binnenkamer. Die kerk wil ik zijn. Die kerk, ik geloof als we die kerk gaan zien. Waar we niet zozeer verlangen naar opwekking. Maar waar we verlangen naar het normale christendom. Wauw. Dan gaat het baan breken. En luister, ik zal heus wel nog ooit het woordje opwekking gebruiken. Want we begrijpen allemaal dan de taal wat we ermee bedoelen. Maar werkelijk opwekking is gewoon terug naar normaal christendom. Waar God de vrijheid heeft om te bewegen. Waar God de vrijheid heeft om in mensenlevens te spreken. Amen. Amen. Laten we gaan staan. Hemelse Vader, ik dank u, Vader, dat ik zo voor de Petrus in dit huis mag spreken. Mag bidden. Ik bid voor de leiders in dit huis. En ik dank u dat ze rust mogen vinden in de ogen van de storm. Dat ze mogen weten dat u bent daar. En dat u alle twijfel wilt wegnemen. En dat ze dingen, bovennatuurlijke dingen, mogen gaan zien. En mogen gaan uitstappen. En mogen weten dat u bent hier in ons midden. Ik bid ook voor de mensen die geboeid zijn. Die zo
die vandaag het profetisch woord gehoord hebben en zich zo herkennen in het feit, ik geloof dat God bezig is, maar eigenlijk word ik tegengehouden door angst en door twijfel. Vader, ik bid op dit moment voor hen die gebonden zijn door angst en twijfel, dat u ze vrijzet op dit moment. Vader, en dat ze werkelijk mogen weten dat de engelen hier zijn in ons midden, die komen en zeggen, sta op, volg mij. En wanneer je volgt, zal je zien dat deuren open gaan. Vader, ik wil in het bijzonder ook bidden voor de moeders in dit huis op Moederdag. Wauw. Wat heeft die leugenaar willen wrikken in de identiteit van de vrouwen, van alleenstaande moeders. En wanneer we zeggen dat vaders zo'n gemis zijn, zeggen we eigenlijk ook vaak dat moeders het niet kunnen. Maar Godezij dank dat wij een God dienen die zegt, maar zelfs door die moeders ga ik heen werken. Ik dank u, Vader, voor de moeders die hier staan, alleenstaand of misschien alleen naar de kerk komend, maar ook voor hen die samenkomen. Ik bid gewoon voor moeders. En volgende week is het een vrouwenconferentie. Ik bid werkelijk dat er velen zullen komen. En dat velen volgende week getraind zullen worden. En vrijgezet zullen worden. Zodat ze moeders zullen zijn voor een generatie die de wereld op zijn kop zal zetten. Dat ze moeders zullen zijn voor Timotheussen. Dat ze moeders zullen zijn voor Marcussen. Die mensen zullen vertellen over de grootheid van God. En ik wil in het bijzonder bidden voor die Marcussen die hier zijn. Vader, ik dank u voor ieder die hier zit en die zegt, ja, ik ben opgegroeid in de kerk. En het klopt. Er zit dat zaadje in mij. Dan wil ik, net als een Paulus zei tegen Timotheus, wil ik zeggen, wek op, Heer. Wek op. Hetgene wat er is geplant door generaties hiervoor, bid ik dat u het gaat opwekken. Zodat ze werkelijk mogen gaan staan. En zoals Paulus tegen Timotheus zei, denk niet te min over jezelf. En misschien is dat je te min over jezelf denkt, simpelweg omdat je gefaald hebt in je leven. Misschien denk je te min over jezelf, zoals het bij Timotheus was, omdat je vindt jezelf te jong. Maar dan ben ik hier vandaag om je te vertellen. Als je hart brandt op dit moment, omdat je je herkent in Marcus en Timotheus, dan zeg ik dat God wil door je heen werken. Dan zeg ik, sta op. Sta op. En stap in de roeping die God voor je heeft. Hemelse Vader, ik dank u voor woord en daad. Ik dank u voor uw gemeente. Wauw, ik dank u dat dit is als familie. Ik dank u werkelijk dat deze kerk bekend zal staan als een onstopbare kerk. Vader, waar werkelijk leiders, gemeenteleden, allemaal mogen stappen in die fantastische stroom die u in beweging aan het doen brengen. Ja, zoals ik eigenlijk net hoorde, door het beeld wat gesproken werd vanaf het podium. Dat hier een duif is en dat die wind die je ervaart. Ik bid dat die wind niet alleen gevoeld zal worden door de leiders, maar door een ieder die hier zit. Want als je die wind ervaart, is het tijd om mee te stappen. Om te zeggen, ik wil geen toeschouwer meer zijn. Ik wil deel uitmaken van die onstopbare kerk hier in Fase. Ik wil Fase en de regio op zijn kop zetten voor Jezus Christus alleen. Dank u, Vader, dat we dat allemaal mogen doen. Mogen weten, omdat we dienen een onstopbare God. En we hebben een onstopbare boodschap. En ik dank u werkelijk dat door pijn en verdriet heen, mogen we het normale christendom blijven uitdragen. En mogen gaan uitzien naar bovennatuurlijke dingen. Mogen we streven naar bovennatuurlijke dingen. Zodat het in het natuurlijke zichtbaar mag worden. Zodat men de levende Jezus mag leren kennen. Amen.
God van trouw. God van trouw, u verandert nooit. Heilige, u mijn vrede vorst. Alle eer, ik vertrouw. Dank u wel voor uw woord. Laten we de Unstoppable Church zijn. Amen. Zullen we gaan staan voor de zegen? Heer, dank u wel voor wie u bent. Heer, dank u wel voor het woord dat is gesproken. Heer, ik bid, Heer, dat het ons ertoe zou zetten om in beweging te komen, Heer. Om voor datgene te gaan wat u voor ons heeft, Heer. Heer, dank u wel dat u een sprekende God bent. En Heilige Geest, ik bid dat u de stille naprediker zal zijn. Dank u wel voor wie u bent, Heer. Dank u wel voor alles wat u geeft, Heer. En zo gemeente, ontvang de zegen. Wees gezegend met de liefde van God de Vader. De genade van zijn Zoon, Jezus Christus. Gods Heilige Geest, zijn met jullie allen. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen. God bless you.